Een date scoren, dat is niet zo moeilijk voor mij. Wil je een keer wat met mij gaan drinken? Ja, is goed. Echt? Mag jouw nummer? Serieus? Wat cool. En nu ben ik op zoek naar een hele verse pot botergeile seks. Volgens mijn vriendinnen is Netflix en chill dé manier om snel van beeld te gaan. Maar voordat ik dat ga proberen, ga ik even de straat op om te kijken of dat wel echt zo is. Netflix! Chill! Nee, Netflix. Of toch chill? Ik weet het echt niet. Maak je wel eens gebruik van Netflix en chill? Je bedoelt op de... Ja, ik bedoel op de... Ja, toch? Nee, nee, eigenlijk niet, nee. Nee, helemaal niet. Meestal val ik wel in slaap. Alleen op de bank vind ik best, onder een dekentje. Dus, samen met je rechterhand? Ja, precies. Gebruik je wel eens Netflix en chill? Ja. Ja? Ja, daar maak ik wel eens gebruik van. Ja, dat doe ik wel eens. Ja? Een filmpje gaat aan en dan, ja, I don't know, gewoon normale mensen dingen. We doen echt Netflix en chill. Ja, ik bedoel Netflix en chill. Nee, ik ben daar niet zo heel van als ik... Oh, nu ineens niet meer? Nee, ik doe niet echt aan Netflix en chill. Waarom niet? Ik ben zelf christelijk en ik ben wat terughoudender op dat gebied, denk ik. Wat kijk je dan? Actiefilms of comedyfilms. De Notebook of zo? Flash kijken we tegenwoordig heel veel. Jezus, ja... Wat kijken we? Oh, hij pakt even zijn vriendin erbij. Thrillers. Ja. Thrillers? Ja. Als je Netflix en chill doet? Dat is de enige waar we echt samenkomen, waar we allebei enigszins nog leuk vinden. En hoeveel minuten kijk je dan voordat je naar chill gaat? Ik denk 10 of zo, nog niet eens. Nee, ik weet niet. Niet zo lang. Ja, op een gegeven moment ben je er gewoon een beetje klaar mee. Ja, zeker. 2 uurtjes. Oh, dat duurt wel even? Ja, zeker. Het is geen kalverliefde meer, zeg maar. Ik denk net 10 of zo. 10 maar? Ja. Oké, vertel. Hoe ging het? Hoe gebeurde het? Ja, mijn vriendin is er daar, dus ik denk niet dat ik al te veel kan vertellen. Ja, daar ga ik niet te veel over zeggen, nee. Maar hoe maak je dan die eerste move? Gewoon zoenen. En dan gewoon ineens zo, hop? Ja, tuurlijk. Was er een bepaalde scène dat ze gingen zoenen en dat je dacht, oké, nu ga ik ook zoenen? Of... Nee, niet bij een scène. Het maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik zin heb of als hij zin heeft. Je begint met een arm om erheen en dan ga je zeg maar steeds verder. Wel een beetje geleidelijk aan... Ja, toch. Ja, ik zit gewoon naast hem op de bank en mijn hand ligt dan even op hem en dan... Wordt het gezellig? Genoeg serie gekeken, ik ga even wat anders doen. Oké. En dan rest er nog maar 1 vraag om te stellen. Netflix of chill? Oh, man. We hebben een chiller! Yes! Ja, dit is echt een chill, toch? Ja, yes! Top! Als je moet kiezen. Netflix. Voor mij is dat Netflix. Met zijn rechterhand. Chill. Oh, we gaan toch voor een chill. Ook al heb je het nog nooit gedaan. Gewoon een keer proberen, weet je wel. 2019, new year, new me. Ik denk dat we toch wel kunnen stellen dat Netflix best wel prima is als jij even lekker van beeld wil gaan. Dus ik ga eens even kijken wie ik vanavond ga appen.